Welkom bij Denk Tank. Hier zijn de kandidaten van vandaag. Hallo, ik ben Alex Wielmans uit Roosendaal. En als ik vanavond iets win, verbouw ik mijn huis ermee. Hallo, ik ben Ria Habermeel uit Rotterdam. Maradona en Madurodam hebben mij gisteren een aardig zakcentje opgeleverd. Hallo, ik ben Harry Diel uit Amsterdam. En na vanavond hoop ik mijn verslaving weer op te kunnen pikken. Hier is de man die u vaker ziet dan uw beste vrienden, Cas van Iersel. Hallo. Dag allemaal. Wat leuk dat u weer kijkt. Dit is de quiz die net zo goed is voor je algemene ontwikkeling als voor je banksaldo. Mits je tenminste door weet te dringen als finalist. Hier zo, tot aan de ronde met de 14.000 gulden op de klokken. Dat is pas strakjes. In de eerste ronde hebben we al die instinkers er weer tussen gemoffeld. Tussen de 11 goeie staan er nu 5. Die 11 goeie zijn geld waard, telkens 25 gulden meer. Dat wil lekker aantikken. Maar je moet ze wel herkennen. Hier komt het eerste ritje. Elf termen zoeken we om te beginnen uit de autowereld. Noem 11 termen uit de autowereld. Alex, we dachten, laat hier maar eens beginnen. Omkatten. Omkatten. Doe je dat met een auto? Ja. Goed zo. De herkomst van een auto verberg je dan? Een briket. Briket. Bij de barbecue. Ja, tuurlijk. Ria. Ritsen. Autothermen. Ja. Dat is om en om invoegen. Asfaltbijter. Oude asfaltbijter. Nee, dat is zonde, die kost je veel geld. Dat is een instinker. In de tenniswereld hebben ze het wel over gravelbijters. Maar asfaltbijters kennen we nog niet. Harry. Blazen. Blazen. Ja! Heel hard rijden. Staart. Staart. Term uit de autowereld. Goed. Trap hem op staart. Daar dacht ik. Achtpitter. Een achtpitter voor 125 gulden. Is goed. Dat is een auto met een 8-cilindermotor. Chroom. Chroom. Ja. De sierstripjes. Slof. We hebben er nog 5. Slof. Ja, knap. Synoniem voor een autoband is slof. Baribal. Wat is het dan? Wat is het dan? Nou, ik denk dat ik het... Ik heb er volgens mij wel eens van gehoord, maar... Zonde, je ging zo lekker, ja. Man. Je stak net je nek te ver uit. Ja. Een baribal is een bullebak. Alex. Een vooronder. Ja. Vooronder, niet alleen beschepen, maar bij auto's hebben ze dat dan over wat er onder de motorkap zit. Sjaskelen? Ik weet het ook niet. Nee, dat proberen ze zoveel mogelijk uit de autowereld te houden. Sjaskelen, dat is suipen. Oh. Ria. Ruitkever? Een ruitkever? Geen idee. Is dat nou weer? Weet ik ook niet. Nou, dat is een beestje met fel rode en gouden kleuren. Harry. Nou, proberen. Gladiool. Gladiool. Typische term uit de autowereld. Ja! Een gladiool is een gladde band. Een kookstel. Ik weet niet wie er zo praat, maar... Een kookstel. Ja, goed zo. Een kookstel, dat is de LPG-installatie. En een draaikolk. En een draaikolk. Ja, natuurlijk. Het is een mooie pooierbak, maar hij heeft een stevige draaikolk in de tank. Dat is een zinnetje uit de autowereld. Dat waren de eerste 16, maar we hebben er nog veel meer voor u en het wordt steeds gekker. Kijk maar. Hier zitten 11 nummers tussen met moeder of mama. En die willen we even terug horen. Noem de 11 nummers met moeder of mama. 1 om te beginnen. Alex? Mama, waar is mijn pils? Goed zo. Dat is natuurlijk van normaal. Mama. Ja. Van Heintje. Is je moeder niet thuis? Voor 75 gulden. Is je moeder niet thuis? Yes! Marie, Nico Haak. Je wordt ouder, mama. Je wordt ouder, mama.
Nee, toch? Oh, papa. Nee. Ja, precies, papa. Goede wijn. Al gemeen was die, ja, dat is leuk. Was die je geld? Ria? Een kind zonder moeder. Een kind zonder moeder. Oh. Ja. Een mooi lied van Mieke. Oh, schitterend, hou op. Moeder, ik ben zo bang. Laten we snel doorgaan voordat we allebei te ontroerd waren. Moeder, ik ben zo bang. Ria Valk was bang. Ja. Moeders klagen niet. We hebben er nog 6. Wat een onzin, zeg. Waar staat dat? Moeders klagen niet. Ik wou zeggen, dat kan niet goed zijn. Nee, tante Ali zong oma's klagen niet. Oma's klagen Kijk. Niet. Harry. Je moedertje. Je moedertje. Goed. Onvergetelijk, van Corrie. Ja. Mamma Mia. We hebben er nog 5, hoor. Nummers met moeder of mama in de titel. Mamma Mia. Tuurlijk. Saskia en Serge en Sandra en Andres. Een moederhart. Een moederhart. Ja. Een moederhart van de zangeres zonder naam. Daar geef ik hem door. Alex, 225 gulden. Moet je wel even wat goeds roepen. Ja. Mama weet wat goed is. Is het niet papa weet wat goed is? Ik zou het niet weten. Nee. Dat is keurig, hoor. Mama weet wat goed is. In 1974 door de enige echte Ronnie Tober op de plaat gezet. Ik denk mama vertel me. We hebben er nog 2. Mama vertel me van Heintje. En dan geef ik hem door. Ria, de laatste is voor jou. Waar zit hij? Mama's papegaai is dood. En hoe gaat dat dan? Ik heb geen idee. Nee, ik ben niet zo met Nederlandse liedjes. Wat rijmt daar nou op mama's papegaai is dood? Hoe gaat het dan verder, dat verhaal? Wat moet je daar nou mee? Nee, ja, ik weet het ook niet. Maar... Mama's papegaai is dood. Eindelijk rust in huis. Nee, we kennen het niet. Harry? Nou, ik gok op moeders kindje. Moeders kindje. Gaat je goede geld. Alex, een nummer met moeder of mama. We hebben er nog 1. Dag moeder of moeders wel eens wet? Wat wil je? Doe maar dag moeder. Dag moeder. Dag Alex. Ja, dag. Ria. Moeders wel eens wet dan maar. Je zou het denken. Een nummer. Ja. Moeders wel eens wet, de klassieker van Kinderen voor Kinderen. Heus waar. En die anderen waren het allemaal niet, maar die hebben ze ook zorgvuldig allemaal stuk voor stuk om weten te keren. Met wie mogen we door? Wie hebben er het meeste gescoord? Wat zijn de topscorers van vandaag? Harry en Ria met 750 en 275 gulden. Wat een magere score naar ronde 1. Wat een goedkope aflevering. Alex? Ja? Ik zei het al. Ja, het was heel leuk, maar... Kort, hè? Ja. De groeten. De groeten. Dag. Hoi. Ik zei het ook al. Ria en Harry gaan door naar ronde 2. Hey Ria. Ja, hoi. Hoi. Daar staan we weer, hè? Staan we weer. Je hebt nogal wat hobby's. Wat doe je allemaal? Lezen, muziek, films kijken, quizzen kijken, handwerken. Een beetje van alles. Wat maak je voor handwerkspul? Haken, merendeel. Van die... Kleedjes. Kleedjes? Ja. Macramé? Nee, gewoon van ronde tafelkleden en zo. Oh ja. En daar maak je allerlei mensen mee blij? Nee, die hou ik fijn voor mezelf. Oh. Dus het ja, het gaat niet zo snel, want ik heb met mijn katten gaat dat een beetje moeilijk haken. Komt er wel eens eentje tussen? Ja, nou, die gaan achter het klos sigaren nou. Oh ja. En leuk is dat toch? Ja, reuze. Dus zo speel zijn ze nog wel? Ja, zeker. Je gaat graag op vakantie naar Griekenland. Waarom? Ja, gewoon heerlijk land. Heerlijke mensen. En, ja, lekker zon. Zou lekker jij eten. Ook willen wonen dan? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Nee, dat is me weer een beetje te ver. Omdat je dan wat zou gaan missen in Rotterdam? Mijn familie, denk ik. En niet alleen in Rotterdam, maar... Door heel Nederland? Ja. Ja. Nou, fijn dat wij je in elk geval nog even hier hebben ook, sowieso. Ja. Ik wens je succes in ronde 2. Dank je wel. Harry, hi. Hi, Kas. Je gaat je verslaving weer oppikken. Ja. Wat is dat voor verslaving? Chat op internet. Heb ik een tijd lang van meneer Jo Ritsen mogen doen. Gratis. En nu hoop ik... Wacht even, chatten op internet, dat is kletsen zonder telefoon. Ja. Maar met computers. Maar met computers. Over de hele wereld. Dus dan heb je een oma uit Australië.
en een peuter uit Amerika. En dan allemaal tegelijk een 1-1 bubblebox, als het ware. Is dat zo'n dure hobby? Nou, je moet er een computer voor hebben en een internetaansluiting. Oh, je hebt geen computer? Nee, ja, nog dan niet. Dan is het een prijzige hobby. Maar misschien elke, na vanavond? Ja, elke dag dat je wacht met het kopen van een computer is money in the bank. Want ze worden nog steeds goedkoper, toch? Ja, maar er komen ook steeds duurdere versies weer, ja, natuurlijk. Het gunstigste moment om zo'n ding te kopen is eigenlijk de dag voordat je doodgaat. Dan heb je de beste prijs. Maar ja, ja, dan heb je er geen lol van. Nee. Het schiet ook niet op. Tenminste één dag. Je wilt graag eens parachute springen. Ja. Maar je hebt toch hoogtevrees? Ja. Maar het lijkt me wel fantastisch om in ieder geval... op het moment dat je gesprongen bent, kun je toch niet meer terug. Om op dat moment te genieten. In de lucht. Dat zou je echt durven? Met hoogtevrees zou je dat durven? Echt? Ja. Maar het hoogtevrees is meer zoiets als je aan een afgrondje staat... en je kijkt naar onder van... Als op 3 kilometer hoogte, dat is waar, voel je niks meer van. Dat merk je niet meer. Nou, als je in een afgrond valt, heb je geen parachute. En als je parachute springt, dan heb je nog iets... waar je denkt van, nou, het zal wel goed komen. Nou, ik ben heel benieuwd of dat een keertje lukt. Misschien dat het verschil is. We gaan jullie sponsoren. Kijken of je er veel geld aan overhoudt. Ik hoop het ook voor je. Hier komt ronde 2. Moedig vind ik dat. Ja, en ik vind het sowieso al moedig om te beginnen aan ronde 2, want het is zo'n listige ronde. Wat we eerst doen is we zetten 8 goede antwoorden neer en dan nog eens 4 van die gemene instinkers ertussen. Waarvan je denkt, nou dat is toch goed? En dan zijn ze het net niet. En wat we dan ook nog doen, gezondheid. Dan zetten we je tegenover een andere kandidaat die je dan ook nog eens uit de tent gaat lokken. Nou, dan wordt het wel erg lastig hoor. Laten we de eerste 12 antwoorden maar eens geven. Hier komen ze. Hier. Noem de 8 spelers van het jaar uit de PTT Telecompetitie. 8 spelers van het jaar uit de PTT Telecompetitie. Listig. Harry, wat bied je? 4. Oh ja. 5. 6. Dat gaat goed, dat gaat goed. Dat mag jij doen? Je stopt? Ja. Oké. Okay. 6 spelers van het jaar uit de PTT Telecompetitie. Luc Nielis. Luc Nielis. Ja. Die was het in 95. Belg voor PSV, hè? Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp? Is goed. 91, 92. Romario. Speler van het jaar geweest? Ja. Een tijdje terug, dat was 1989. Marco van Basten. Je bent op de helft, Van Basten. Ja. Die was het in 85. Maar één keertje, ruim maar. Ruud Gullit. Ruud Gullit. Ja. Die was ook eens tweede in Groot-Brittannië. Maar bij ons was hij 2 keer speler van het jaar in 84 en 86. Je hebt er nog eentje nodig, hoor. Ronald Koeman. Die gun je het wel gewoon. Ja. Het is goed. 2 keer was hij het. 87 en 88 speler van het jaar. En we hadden er nog 2. Wij dachten aan Jari Litmanen. Zijn jaar was 1993, de Finse ster van Ajax. En Jan Wouters was speler van het jaar in 1990. Die anderen zijn het allemaal niet geweest. Hier komen er weer 12. Dit keer zoeken we 8 acteurs of actrices... die meer dan 1 keer samen met Robert De Niro in een film stonden. Welke 8 acteurs en actrices hebben nou meer dan 1 keer met De Niro gewerkt? Ria. 4. 5. Harry. Nee, maar ik zei het toen. Oké. Okay. Ik weet het niet. Ria. 4 stuks. Jodie Foster. Jodie Foster. Helaas, 1 keertje met De Niro in Taxi Driver, maar toen hield het op. Hé, hey, Harry, ja. Als je er eentje goed noemt, dan sta je in de finale. Meryl Streep. Meryl Streep. Ja. Gaan we voor je omdraaien. Klopt die? Ja, kom maar! Wow. 1 computer voor meneer! Ik hoop het voor je straks. Nou, eens kijken wat we verder nog goed hadden gerekend. Deze hebben allemaal meer dan 1 keer met Robert De Niro gewerkt. Joe Pesci. Ze deden het samen in 5 films. Donald Sutherland. 1900. En Backdraft. Jessica Lange. 2 keer onder andere Cape Fear. Harvey Keitel. Ook goed. Sean Penn. Zeker. 2 keer onder andere in We're No Angels. Ook met Demi Moore. En Al Pacino. In The Godfather 2 en in Heat.
Hoffman alleen in Sleepers met De Niro. Travolta en Silverstone hebben nog nooit met hem gewerkt. En Jodie Foster, één keer, die hadden we net, dat was Taxi Driver. Goeie keus, maar net gemeen, hè? Ja. Net één keertje te weinig. Ria, yes. Wat had je nou ook alweer verdiend? 3825 gulden. Nou, is dat niet slecht? Ik ga niet klagen. Ik vind het hartstikke knap. Leuk gedaan. Succes met je hobby's. Dank je voor het meedoen. Dank je wel. Dag. Die Harry, die gaat door naar de finale. En straks wil ik hem alles vragen over, nou ja, ik weet niet, Spaanse stierenvechters of Kroatische koeienmelkers. Het gaat in elk geval om 14.000 gulden. We zien het zo in de finale. In de finale, hier sta ik met Harry Dielen. Het is een debuut bij ons vandaag. Kijken hoe hij het gaat doen. Ik leef met hem mee. Hij heeft mooie doelen voor zijn cent in elk geval. Die computer, ja. Nou, het lijkt erop dat die gaat komen. Ja. Maar je hebt nog meer dure toekomstplannen. Zo wil je ook nog wel eens een keertje naar Curaçao. Ja, daar komen de ouders van mijn vriendin vandaan. Oh. Dus lijkt me wel aardig om het zelf ook eens een keer te zien. Ja, daar kan je dan gratis onderdak misschien ook. Ze kennen in ieder geval wel een aantal mensen. Of het dan gratis onderdak wordt, is een tweede. Maar ze kunnen in ieder geval uit eten elke avond. Ja, in elk geval leuk om kennis te maken en even rond te kijken. Ja. Het schijnt een heel mooi eiland te zijn. Je hebt nog meer gevaarlijke plannen voor de toekomst? ik wil gaan trouwen, bedoel je dat? Oeh! Ah, nee, dat bedoelde ik niet. Maar het is wel gevaarlijk en het is nog niet in de korte toekomst. Maar misschien dat je dat bedoelde. Hoe heet je vriendin? Marjolein. En weet ze ervan? Nog niet. Ja, dat ik wil trouwen ooit wel eens, weet je. En de datum? Nee. We gaan het niet gek doen. Nee, ja, kom over 2 jaar misschien nog wel eens een keer terug in de uitzending. Goed, rustig aan. Okay. Je hebt groot gelijk, Harry. Zullen we eens een spelletje gaan doen? Laten we dat maar doen, ja. We hebben 12 antwoorden voor je uitgezocht in 3 verschillende categorieën. Ja. Daarvan zijn er telkens maar 6 goed. En we spelen ze in oplopende waarde. Dit zijn ze Denk Tank, Eten en Drinken en Media. Je mag zelf even zeggen waar je mee wilt openen voor 2000 gulden. Nou, eten en drinken op de eerste plaats. Oké. Okay. Dan Denktank en dan Media. Media spelen we dus voor 8000 gulden. Eens kijken hoe je daar straks mee doet. Ja. En als opwarmertje doen we even eten en drinken. Kun je toch aardig wat aan overhouden. Ik wens je heel veel succes, man. Dank je wel. We zoeken de 6 verschillende soorten Amerikaanse whisky. Dat is volgens de Amerikaanse wet is dat vastgesteld. 6 verschillende soorten Amerikaanse whisky. Zo! Mijn klus valt open. Ja. Wat een killer ben jij, man. Oefening baart kunst. Wat een oefening baart kunst. Hoe kan je dit nou oefenen? Nou, met een vriendin en een aantal bierveeltjes thuis. Dat wil ik even weten. Hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat? Nou, je hebt een vriendin en een soort mastermind. Die zet je vriendin, dan heb je de bierveeltjes en dan? Een vriendin pakt wat papier en een pennetje erbij. En die zet 6 kruisjes ergens. En ik leg die bierveeltjes voor me. En dan ga ik in zo min mogelijk stappen achter die 6 zien te komen. Dan moeten we een bordspel van maken, joh. Ja, dat is leuk. Hartstikke leuk. Ja, 900 gulden verdiend met de whiskies. Ja, dat is heel mooi, want ik weet er niks van. Nee, je had er ook gelijk 6 te pakken, of 5 in elk geval, dat was mazzel. Ja. Wij dachten dat de blended wel goed zou zijn. Dat vindt het Amerikaanse ministerie dat daarover gaat ook. Het is een mix van meerdere whiskies. Rye is op basis van roggen met 80% alcohol. Bourbon, minimaal 51% mais. En dan gedestilleerd tot 80% alcohol ook, dat is stevig spul. Straight moet minimaal 2 jaar bewaard worden in nieuwe gekoolde vaten. Corn, daar zit minimaal 80% mais in, voordat het gedestilleerd wordt. En bottled in bond is minimaal 4 jaar oud. De rest was het allemaal niet. Mixed, je kunt het met van alles mixen, maar dat is en blijft een doodzonde. VSOP, dat is cognac. Premier, kok. Stout is bier. Light is bar. En scotch, als je dat Amerikaanse whisky op Amerikaanse whisky zet, dan kan je lachen hoor. Dan gaat het echt helemaal mis. Daar waren ze. Ja. Joh, de kop is eraf. Kan alleen maar beter gaan. We gaan nu de categorie Denktank in, hè? Ja. Weet je het zeker? Wil je nog husselen? Nee. Okay. Is je zomer?
Het gaat om 4000 gulden, hoor. Ja. We zoeken de 6 soorten zwart. De schakeringen van de kleur zwart. Hij doet het weer. Geweldig. Hij kwam me even kwijt. Hou je nou op? Ja. Geweldig. 1000 gulden verdiend met een soort zwart. Wat voor bierviltjes moeten dat dan zijn of maakt dat niet uit? Ik zal geen merken noemen, maar nee. Hij brouwt overal. Geweldig. Gitzwart zochten we. Dat is hartstikke pikzwart. Dat is eigenlijk hetzelfde. Zo zwart als pik, daar komt het vandaan. En pik is dan pek. Nachtzwart, zo zwart als de nacht. Blauwzwart bestaat ook, blauwachtig zwart, heus. Ravenzwart, zo zwart als een raaf, glanzend zwart. En fluweelzwart is diep zwart zonder enige weerschijn. Wat niet bestaat, is cassavezwart. En mijnzwart is ook verzonnen. Het is indigo blauw, olijf groen, karmozijn rood en kaneel bruin. Als u dat in andere tinten tegenkomt, klopt het niet. Ja. Nou, de laatste. Ik ben heel benieuwd, hoor. Doe je een beetje voorzichtig met de installatie hier? Ja, doe ik het te hard? Nee. Je leef je maar lekker uit, als je maar verdient. Media, 8000 gulden op de klok. Harry, ga je te buiten aan de 6 personages uit ER. 6 personages uit ER. Niet? Nee. Ah, wel. Nee. Douglas Ross wordt Boulay. Doogie Howser wordt Lewis. Yeah. Dr. Kildare. Nou, die laatste, waar zit hij? Ja! Geweldig! Geweldig, dat vind ik knap. 2200 gulden en nooit een aflevering gezien. Nee, nooit een aflevering gezien? Ik vind het ontzettend goed. Wat heb je gestudeerd? Algemene economie. Ja, ik wist het. Een exact brein aan het werk. Nou. Dr. Mark Green, is de kalende dokter die altijd de trein naar Milwaukee moet halen. Komt uit ER, Dr. Douglas Ross, gespeeld door de populaire George Clooney, de nieuwe Batman. Dr. Susan Lewis rent met haar wandelstok heen en weer door de eerste hulp. Jeannie Boulay, dat is ook een arts in ER. Carol Hathaway, die wordt gespeeld door Juliana Margulis, de knappe zuster. Dr. Peter Benton, tenslotte die rotzooide met een getrouwde vrouw. Weston komt uit Empty Nest. Doogie Howser had zijn eigen serie. George Clooney speelt. Nurse Laverne Todd is de schreeuwerige dame uit Empty Nest. Dr. Kildare had zijn eigen serie, jaren geleden. En Fran Drescher is de nanny in de gelijknamige serie. Hadden we allemaal niet nodig. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt gescoord. Wat een mooi systeem. Ja, wat levert dat nou op? In de eerste ronde, 750 gulden. Finale komt erbij, 4100 gulden. Dagtotaaltje, een kleine 5 mil. Maar je komt niet meer op, toch? Graag, ja. Je komt wel terug. Ja. Oh jee, dan gaan de aandelen. Ik ga naar huis, voordat er nog meer van die zwarte humor voorbij komt. Tot denk.